je filmen. Ja. Want dan moet je eigenlijk in het hoesje zitten, hè, want dat, ja, dat hoort er dan. Dus shit, je filmt wel. Heb je een code? Ja. Code? Ja, die ontginnen we even. Of, dat is zo, daar ik het weer. Oké. Okay. Oké, okay, we gaan beginnen. Oh, je begint al. Hallo, schilderman. Hallo, schilderman. Wat had je? Aangenaam, opnieuw. We gaan de bloopers erop en doen. Dat is wel grappig. Super leuk. Achteraf. Okay. Ik vind het heel lastig. Oké. Hoe zijn Merel? Hi, Carlijn. Dankjewel dat ik in je mobiel mag kijken. Ja, nou. Mag ik je mobiel? Ja, mag ik zeker. Nou, we gaan hem even ontgrendelen. Ja. Want iedereen weet mijn wachtwoord nu. Even kijken. Nou, ga je gang. Oké, okay, dankjewel. Ik zie als eerste dat je al 4 WhatsAppjes in mijn outlet staan. Ja. Heb je vaak ongelezen WhatsAppjes? Niet heel vaak. Nou, soms. Als ik een tijdje niet op mijn telefoon kijk, dan toch wel eigenlijk. Oké, en met wie app je nou het meest? Ik heb het meest met vriendinnen van de middelbare school en mijn voetbalvrienden. Oké, okay. Heb je voetbald? Ja. Ja, ik voetbal al ruim 10 jaar bij Martinez, Sporting Martinez. Vandaar dat ik ook een voetbal app op mijn mobiel heb staan. Als je die hier niet op staat, heel fijn. Nee, een andere mobiel, dat is heel leuk. Oké. Okay. Nou. En ja, nee, om te kijken, meestal om te kijken voor wanneer je wedstrijden hebt en zo. Maar in dit geval gaat die op. Okay. Nee. En wie staat er hier op je achtergrond? Vriendinnetje, waar ik dus ook mee veel app en die groep WhatsApp. Zij is nu in Spanje en zij is samen vorig jaar naar Siquette geweest, dus vandaar eigenlijk. Leuk. Ja, okay. Super. En je hebt ook allemaal apps als Shazam. Gebruik je dat vaak? Of, Ja, ik gebruik het vaak wel, maar het, nu dat ik net een nieuw telefoon heb, waardoor de liedjes nog niet zo veel zijn als op mijn vorige mobiel. Maar elke keer als er een film is of een serie of een leuk liedje dat voorbij komt en ik weet niet wat het is, dan ga ik een beetje spastisch op mijn telefoon zitten en gelijk het liedje erbij houden, zodat ik dan gelijk weet wat liedje het is en ik dat op mijn iPod kan doen. Oké. Okay. Ja. En zit je veel op Facebook? Nou, op Facebook zit ik, ja, nou, veel. Ik kijk wel tussendoor, kijk ik toch, ben je toch snel geneigd om even snel, als je niks te doen hebt, op je Facebook te kijken. Ik weet echt niet welke kant ik om te kijken. Maar, en dan gewoon even kijken, berichtjes lezen of dat soort dingen. En, ja. Oké. Okay. Ja. Wat zie je nog meer voor spannend? Ik zie 2 reis-apps. Moet je veel reizen elke dag? Ja, ik woon in Amsterdam. Of okay. Nou ja, nu toevallig even in Amstelveen, maar straks weer in Amsterdam. En dan is het handig als met OV dat ik weet hoe laat ik op moet staan en hoe lang mogelijk ik nog in mijn bed kan blijven liggen. Dat ik er echt uit moet. Dus vandaar die 2 apps. Oké. Okay. Ja, met de trein. Naar dus 20 minuutjes met de trein. En ik zie een app van Unitas. Ja, Unitas klopt. Dat is mijn studentenvereniging in Amsterdam. Daar ben ik sinds dit jaar lid geworden. Ook omdat 2 teamgenoten van mij die zaten ook al bij Unitas, zijn daar nu reunist. En die zeiden van ja, meer, je moet niet in Utrecht gaan wonen, je moet naar Amsterdam, in Amsterdam blijven, lekker los blijven voetballen en dan daar bij studentenvereniging gaan. En ik vond het zo leuk dat ik daar eigenlijk lid ben geworden. Oké, okay. En is dat een corporale vereniging? Nou, het is wel redelijk, nou, ik weet niet hoeveel het echt corporaal is, maar het, nou, best wel wat iets corporaler dan het gemiddelde. Want we hebben wel ontgroening van 2 weken en dan heb je daarna altijd nog een dispuutontgroening. En nou, het is wel pittige ontgroening, maar het is wel heel erg leuk en gezellig. En het is zeker wel, wel de moeite waard, sowieso. Oké. Okay. Dus, ja. Oké, okay, dankjewel. En ik zit even in contacten te kijken. Ja. Ik heb best veel contacten. Ben je iemand die veel graag tussen de mensen is? Ja. Ja, ik ben enig kind. En, maar ik ben wel een hele kindvriendelijke buurt. Ben ik opgegroeid en we gingen altijd buiten spelen. En
daarna, toen we met z'n allen, met die vriendengroep, wat we wat ouder worden, gingen we als wanneer het kon zeilen naar de boot van een buurmeisje van mij. Of vakantie naar Friesland met z'n allen, wel 2 of 3 keer per jaar. Zoveel mogelijk eigenlijk elke vakantie. Vooral altijd met in de kerstvakantie en in de zomervakantie. Iemand die had daar een huisje en dan gaan we met z'n allen naartoe rijden. En dat was vroeger altijd heel veel. En nu, ik vind het gewoon fijn om heel veel mensen om me heen te hebben. En ik weet niet. Ik ben gewoon heel erg van de gezelligheid en veel mensen zien en dat soort dingen. Dus misschien daarom ook dat ik bij studentenvereniging zit en die contacten. Oké. En ik zie ook een paar WhatsApp-groepen bij WhatsApp van werkgroepen. Wat voor werkgroepen zijn er dan precies? Nou, dat zijn studiegroepen van de HKU Kunst en Economie, waar de school waar ik op zit en de opleiding die ik doe. Nou, het is wel handig om verschillende WhatsApp-groepen te hebben voor je werkgroepjes. Om zo even alle contacten, om het makkelijk met elkaar te communiceren. En mocht er iets zijn dat je elkaar snel kunt berichten. En waarom eigenlijk? Okay. Ja. En je hebt ook een wintersportgroep? Ja, klopt. Ik ga met Unitas, omdat het Lissemjaar is, gaan we met de hele vereniging wintersporten. En dit is van mijn toekomstige dispuut, zeg maar, met wie ik dan ga. En dan heb ik gewoon een kleinere soort wintersport-app om even wat de kleine dingetjes te bespreken, zoals eten en gezellig en informatie. En gewoon dat we er allemaal heel veel zin in hebben. En dat is ook weer binnenkort. Oké. Okay. Ja. En snowboard je dan of skiën? Nee, ik ga skiën, want dat heb ik 1 keer eerder gedaan. En nou, dat kan ik nog wel ongeveer mijn pizza.in, maar ja, snowboarden, dan ben ik bang dat ik echt helemaal vol gevallen ben en dat ik niet vooruit kom. Nee, ik wel. Nee, oké, dan denk ik dat ik genoeg heb gezien. Ja. Bedankt dat ik je mobiel hebt gemaakt. Ja, graag gedaan. Nou, leuk. Een fijne dag. Dankjewel.